Remco, het wordt vandaag 5-2 in Eindhoven, maar dat geeft toch wat een vertekend beeld, denk ik, hè? Ja, ik denk dat 5-2 zeker niet nodig was. Ik denk eerste helft komen we verdiend 1-0 voorsprong. Daarna moeten we eigenlijk die 2-0 maken, ikzelf in ieder geval. En als je die maakt, wordt het toch anders. Ja, het is een wedstrijd geweest. En ik vergelijk het dan met Ajax thuis, waarin we echt figuranten waren in een wedstrijd. Meededen, maar eigenlijk niks deden. Ja, dan heb je vandaag echt een wedstrijd gespeeld. Je bent voorgekomen, hebt een goede kans op 2-0 gehad. Ja, waar ik het meest van baal, zijn dan de tegengoals die je krijgt. Want ik denk dat 4 van de 5 goals we onszelf moeten aanrekenen. Dat is zonde, want in een topwedstrijd hebben we het goed gedaan. Maar om resultaat te halen moet je echt heel goed zijn. Ja, en PSV is wel een ploeg die foutjes heel snel afstraft. Om even op die goals in te haken, je komt op 0-1 hier in Eindhoven. Remco Balk, je liet hem vandaag starten. Van waar die keuze? Ja, weet je, soms als trainer ga je heel lang heel veel nadenken. Dat moet ook. Maar uiteindelijk is het soms ook heel simpel. Remco heeft hele goede invalbeurten gehad. Hij heeft zich vanaf Groningen uit eigenlijk laten zien een hele goede rol als invaller. Dan valt Michael Breij geblesseerd uit en dan kan je op allerlei plekken gaan schuiven. Dan kan je alles op zijn kop zetten. Maar als Remco het zo goed doet in de laatste weken, dan verdient hij een startplaats. En dat is hem te laten zien dat hij niet alleen kan invallen, maar ook kan starten. En maakt een goede goal. Denkt hij zelf heel gebaald, want hij zal denken, ik had er nog een moeten maken. Maar de rol die we voor hem hadden, hoe hij dat ingevuld heeft, echt goed ingevuld. Dus een mooie beloning ook voor Remco. Zeker als je dan op 1-1 komt, dan denk je, ja, ik moet hem gewoon maken. Dus dat is alsnog wel pijnlijk voor mij. Je was overigens niet de enige, want er waren meer die hadden kunnen scoren. Je had misschien in ieder geval op voorsprong moeten staan, denk ik, hè, de eerste helft. Ja, ik denk Mimoun kreeg op het laatst nog een kans. En als ook de ballen erin gaat, dan wordt het voor PSV ook lastiger. Je hoort het publiek ook fluiten. Ik denk dat het ook goed voor ons is als het publiek gaat fluiten van tegenstander. Ja, als je zo'n kans maakt, dan gaan we anders de rust in. Wat zegt het dat je toch de topploegen, dat je het zo moeilijk kunt maken? Ja, ik denk dat we de laatste week goed voetbal laten zien en dan tegen 2 topclubs hebben gespeeld. En dan is het jammer dat je geen punt of 3 punten pakt. Terwijl we dat eigenlijk had wel gekund bij allebei de wedstrijden, bij de topploegen. Tegelijk zullen mensen ook, en dat mag, wijzen op de fouten die we maken. Voetbal is een sport van fouten. Er zullen zelfs mensen zijn die zo negatief zijn, die zeggen, ja, die 1-1, dat komt er nou van als je wil voetballen. Nou ja, Mitch zal de eerste zijn om toe te geven dat hij gewoon heel veel tijd en ruimte had. Die bal moet je kunnen verwerken. Dat is ook onze kracht, we moeten voetballen. Maar het was geen risicobal, geen gevaarlijke bal. Ja, zo kan je de goals afgaan en daarvan balen. Maar ik denk de vraag die terecht is, het zet heel veel over de ploeg dat we PSV uit een wedstrijd van gemaakt hebben. Ik zag de statistieken voorbij komen, ook heel gelijkwaardige dingen. Ja, dat geeft veel aan hoe de groep gegroeid is sinds, wat ik zei, de wedstrijd tegen Ajax. Maar ik denk ook gewoon dat we dat goede gevoel moeten houden. Want als we slecht gaan denken, dan gaan we zeker niet winnen. Maar met goede gevoel gaan we die wedstrijd zeker in. Als je een beetje uitzoomt, en dat kan morgen al beter dan vandaag, dan haal je er vooral heel veel goede dingen uit. En ik heb tegen de jongens ook gezegd, topwedstrijden, daar moet je van leren. Het tempo ligt nog hoger dan normaal. De fouten worden nog eerder afgestraft. Dat moet onze groep, met ook een hoop jonge spelers, ook helpen om volgende week weer nog beter te zijn. Maar de lijn van de laatste week is duidelijk. En er past vandaag ook bij. Een ploeg die durft te voetballen, die kan voetballen. En het iedereen lastig kan maken.